Welkom dames en heren bij weer een nieuwe career mode van mij. Het is de laatste twee matches van december en dan kan ik weer transfers gaan doen. En hoe ik dat wil gaan doen is net zoals Mark, oftewel De Jong. Die liet gewoon suggesties binnenkomen, daar maakte hij zo'n shortlist van. En hij deed gewoon die transfers, hij bepaalde zelf een beetje wie die weg en wie die van de haalde van de shortlist. En dan liet die mensen maar kijken wat ze ervan vonden en ik denk dat ik dat ook op die manier ga doen. Dat scheelt ook weer al die kleine schermpjes de hele tijd tussendoor. En dan zie je het gewoon allemaal in één keer. Wordt de laatste twee wedstrijden, ga ik op wereldklasse doen. Ik ga het allemaal op wereldklasse doen. Gewoon omdat het wat leuker is, weet je. Je speel je dan makkelijker, speel je goede wedstrijden. Daardoor blijft iedereen in goede vorm en groeien ze sneller. Kan je meer geld aan ze verdienen, et cetera, et cetera. En dat maakt het gewoon leuker en dan houdt het ook interessant. Ik denk voor zowel voor jullie als voor mij. En dat is toch het belangrijkste van deze career mode serie. Mijn eerste wedstrijd was tegen Groningen. En ik had het verrassend makkelijk tegen Groningen. Al na 12 minuten kom ik hier op 2-0. En het waren echt de eerste twee kansen van de wedstrijd. Ik brak zo makkelijk door die Groningse verdediging heen. Dat is echt niet normaal. Ik speel deze wedstrijd in een 4-4-2 met zo'n ruit op het middenveld. In Diamond White, ik ken alleen de Engelse term, vandaar. En dat ging echt verrassend goed. Als tactiek gebruik ik de counterattack en dat werkte echt zo fantastisch goed. Dat was echt, had ik zo weinig woorden voor. Hele tijd kon ik de bal afpakken. Hier ook gelijk, Muru geeft de bal een narsing. En dit is echt een van de ziekste sprints die ik ingetrokken heb in dit jaar. Van FIFA, ik bedoel, kijk hoe keihard Narsing die vleugel overtrekt. Hij legt hem dat terug op Adrian en die scoort dan natuurlijk. Hij is de captain nu ook tegenwoordig. Ik heb er niet eens zin om dat aan te passen, het boeit me eigenlijk vrij weinig. Maar dit is natuurlijk een heerlijke rush en assist van Narsing op Adrian. En zo staat het op 3-0 en dat was in de eerste helft allemaal. Dat geeft gewoon een beetje aan hoe makkelijk ik het ongeveer had. En hier is alweer doorgebroken en je weet het, ik wilde eigenlijk een hakje doen hier, maar dat werkt trouwens niet. Maar je weet gewoon in zo'n situatie wat er gaat gebeuren. Het wordt automatisch 4-0. En ik wil het niet, trouwens even niet over de gameplay hebben. Ik wilde het over PSV gisteren hebben. Ik heb PSV tegen Zoltwaardigem zitten kijken. En ik moet eerlijk zeggen, als Ajax ziet. Niet dat dat heel erg veel toevoegt, maar voor sommigen misschien wel. Ik heb in tijden niet zo'n goed PSV gezien. Depay en Bakalli waren echt fantastisch. Man of the match voor mij was Rekik. Echt geweldig verdedigd hij. Niet normaal. Soort had niet heel veel te doen, dus daar heb ik niet echt wat over te zeggen. Maar gewoon de verdediging van PSV is heel sterk. Wijnaldum en Matas en eigenlijk ook iedereen had moeten scoren natuurlijk. Het had in de eerste helft tot 3-0 moeten zijn, dat wel. Dat mag eerlijk gezegd worden, maar die goal van Depay was echt van absolute klasse. Dat was echt fantastisch om te zien. Geweldige uithaal uit het niets. Het was precies wat PSV nodig had, want ze hadden al zo lang een doelpunt moeten maken. Matas miste een grote kans. Wijnaldum miste kansen en Bakalli speelde heel fris in de eerste helft. In de tweede helft nog minder aanwezig, maar dat kan natuurlijk als je 17 bent, weet je. Dan heb je nog minder uithoudingsvermogen en dat soort zaken. Maar ze toonden allebei erg veel potentie, ze speelden erg sterk. En ik denk niet dat PSV alsnog dit jaar kampioen wordt. Ik denk dat het team daarvoor nog te jong is en daardoor nog niet al te constant kan presteren. Is ook zeker geen schande natuurlijk. Maar ik bedoel, als dit team aan elkaar kan wennen en het is nog erg jong, dus als ze lang bij elkaar samen kunnen blijven, individueel goed kunnen groeien en aan elkaar kunnen wennen, dan ik zie ze het jaar daarna best wel een kans hebben voor de titel. En dat is natuurlijk heel interessant te zien, want dat houdt het spannender voor iedere fan, voetbalfan, om naar de Eredivisie te kijken. Dus, hopelijk PSV, volgende week kunnen ze de klus afmaken en dan hebben we twee Nederlandse clubs in de Champions League. En ook hebben we dan ook nog een beetje gunstige pols, zodat ze misschien allebei in ieder geval verder kunnen in Europa. Nou goed, ik heb het heel kort over PSV gehad en er valt eigenlijk weinig over te zeggen, want dat was gewoon een echt heel sterk prestatie tegen echt uit. Wat wel gezegd mag worden trouwens, uitermate zwak Zoltwaardigem. Als dit team op één doelpunt na kampioen is geworden in België, dan is dat Belgische voetbal echt een grap. Want het was zo gênant wat zij lieten zien. Het is echt belachelijk zeg. Dat broertje van die Hazard, die Thorgan Hazard. Nou, ik weet niet waar die heeft gespeeld, maar ik heb hem echt amper gezien. Het was echt heel slecht. Maar goed, PSV natuurlijk, alle complimenten, goede prestatie. En volgende week gaan ze het gewoon afmaken. En ik maakte het ook af in deze wedstrijd. Het was echt zo makkelijk. 4-0. Vooral die omhaal van Bakalli. Heerlijk natuurlijk. Hij is ook al 2 punten gegroeid geloof ik. Dus misschien dat ik volgende keer weer een squad report doe. Dan kunnen jullie dat allemaal zien. Maar goed. Deze aflevering komt tot zijn einde. Maar laat dus spelers achter. Die ik misschien kan kopen. Of spelers die ik kan ruilen voor bepaalde spelers. Als jullie goede reacties zien. Geef die dan een thumbs up. Zodat ik weet welke spelers mensen graag willen zien. Dat maakt het voor mij makkelijk en dan ga ik het doen zoals ik in het begin van de aflevering heb uitgelegd op de transfers. In ieder geval bedankt voor het kijken, laat een like achter, genoot, abonneer me als je dat niet gedaan hebt. En dan zie ik jullie, ik denk morgen wel weer of zo, of anders overmorgen. Was het.